Deskundigen zeiden al dat het eraan zat te komen dat er pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt door de gestegen kosten in de gezondheidszorg. Dit medicijn vergoeden we wel en dat medicijn niet. Het College voor Zorgverzekeringen komt nu met zo'n advies. Stoppen met medicijnen voor twee zeldzame ziektes. De ziekte van Pompe en van Fabry. En dit is het letterlijke advies aan minister Schippers van Gezondheid. Handhaven van de vergoeding heeft bezwaren. Het kan immers als niet ethisch worden beschouwd om heel dure medicijnen te betalen voor een relatief kleine groep patiënten. En in de studio onze redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink. Rinke, is dit nou een omslagpunt? Daar lijkt het wel op. Het is voor het eerst dat er een werkend medicijn is tegen een bepaalde ziekte. En dat het niet meer vergoed gaat worden als het CVZ zijn zin krijgt, omdat het te duur is. En gaat dit nou met meer ziekten gebeuren? Nou, de deskundigen en artsen waarmee wij hebben gesproken verwachten dat als dit advies er doorkomt en werkelijkheid wordt, dat er dan een aantal andere hele dure geneesmiddelen op dezelfde manier beoordeeld zullen gaan worden. Zoals bijvoorbeeld voor? Tegen vergelijkbare ziekten waarbij mensen een enzym niet hebben, maar ook hele dure kankerbehandelingen en reuma bijvoorbeeld, dat soms ook heel dure medicijnen vraagt. Nou zullen patiënten dit natuurlijk verschrikkelijk vinden, maar wat vinden artsen daarvan? Die vinden het onethisch om patiënten die een medicijn nodig hebben te onthouden omdat het te duur is. Ja, nou gaat het dus in dit geval nu om medicijnen voor twee zeldzame ziektes, die van Pompe en Fabry. Dat zijn erfelijke aandoeningen. De ziekten van Pompe en Fabry zijn erfelijke en heel zeldzame aandoeningen. De patiënten maken een bepaald enzym niet aan. In Nederland lijden 9 baby's aan Pompe. Hun medicijn wil het College voor Zorgverzekeringen wel blijven vergoeden, want het helpt. Anders ligt het volgens het CVZ bij een tweede groep. Dat zijn ruim 80 jongeren en volwassenen. Door verslapping van hun spieren raken ze invalide. Hun medicijn kost per persoon per jaar tussen de 400.000 en 700.000 euro. Daar hebben ze baat bij, zeggen ze. Het CVZ vindt het effect onvoldoende en wil stoppen met vergoeden. De verhouding tussen kosten en baten is onacceptabel. Bij Fabry treft het advies ruim 60 patiënten. Hun enzymtherapie werkt, maar kost zo'n 200.000 euro per patiënt per jaar. Het CVZ wil ook deze vergoeding schrappen. Het doorslaggevende argument is de buitengewoon ongunstige kosteneffectiviteit. Ja, Rinke, wat zijn nou de gevolgen voor patiënten van deze ziekte als ze deze medicijnen niet meer krijgen? Patiënten met de ziekte van Fabry die gaan dan 10 tot 20 jaar korter leven. En de jaren die ze leven die worden een stuk onprettiger omdat ze meer last van hun ziekte krijgen. Bij de ziekte van Pompe worden mensen sneller invalide, hebben dus een slechter leven. Ja, nou is dit dus maar een voorlopig advies, een conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen. Bestaat er nog een kans dat dit advies wordt aangepast? Nou, op papier wel, want op 21 september komen alle partijen die hiermee te maken hebben bij elkaar bij het CVZ om erover te praten. Maar het CVZ heeft in dat conceptadvies alle argumenten voor en tegen het vergoeden op een rij gezet. Die gewikt en gewogen en ervoor gekozen om voor te stellen te stoppen met die vergoeding. Dus het is onwaarschijnlijk dat daar nog iets aan verandert. Ja, goed, dankjewel, Rinke.